Nou, we staan hier in onze Rode Molen. Zoals u nu ziet is het nog niet echt een theater, maar volgende week wordt dit helemaal omgetoverd tot een theater. En dan zullen wij het toneelstuk De Rode Molen presenteren. En ja, het toneelstuk moet ik zeggen, het is eigenlijk geen toneelstuk, het is meer een musical. Want we hebben zeg maar muziek en spel door elkaar. En ja, het belooft heel wat leuks te worden. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Het verhaal gaat over Evie en ze werkt in de Rode Molen. En de Rode Molen, daar gaat het allemaal niet zo goed mee, dreigt te omvallen. En we zijn dringend op zoek naar een geldschieter. En dat is in de vorm van producent Martijn. En het stuk moet zelf ook nog geschreven worden, dus er gebeuren van allerlei dingen. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar er gebeurt wel het een en ander van intriges en ja, van alles en nog wat eigenlijk. Nou ja, ik ben dus dit jaar regieassistent. Normaal ben ik lid en speel ik mee. Vorig jaar heb ik meegespeeld. Alleen ik heb afgelopen december, dus alweer bijna een jaar geleden, heb ik mijn derde kindje gekregen. En toen dacht ik van ja, om nou een hele rol te gaan spelen, dat vond ik wel een beetje te veel met zo'n jong gezin. Dus toen heb ik ervoor gekozen om BMT niet te verlaten, omdat ik het zo'n leuke club vind. Maar om voor te stellen om regieassistent te worden. En daar vond iedereen eigenlijk wel een heel goed idee. En zodoende ben ik er toch altijd wel bij. En alle repetities ben ik erbij. En ben ik echt een hulp voor de cast. Want ik heb echt alles voor ze opgeschreven. Alle regieaanwijzingen. En zodat we die iedere week weer terug konden kijken. Wat hebben we vorige week afgesproken. En ja, ik merk gewoon dat ze dat heel erg prettig vinden. En ik heb er veel tijd in gestoken. Maar het geeft ook wel heel erg veel voldoening. En het is heel leuk om van deze kant ook eens een keer te kijken. En mee te werken aan een productie. We drinken de toast op de nieuwe schijnwolf. Danny is een arme schrijver en hij heeft eigenlijk niet zoveel in de Rode Molen te zoeken. Maar hij komt eigenlijk een soort van bij toeval er terecht. Omdat hij met zijn ideeën eigenlijk een goede aanvulling is op de club. Dus ze loodsen hem erbij en ze verkopen hem eigenlijk aan Evie. En Evie is de grand dame van de Rode Molen. En ja, hij wordt verliefd op haar. Maar wordt zij verliefd op hem? En dan speelt er ook nog een Martijn mee. En dat is een rijke man. Dus dat is een beetje de arme sloeber en de rijke man die vecht op het hartje van de mooie dame. En ja, dat is kijken wie de wint. Ja. Heel veel dynamiek, heel snel en grappen, humor. Afgewisseld met mooie liedjes en een heleboel romantiek en een heleboel drama. Maar ja, het gaat alle kanten op. Je wordt echt compleet de hele voorstelling alle kanten uitgetrokken. Alle emoties doorgehaald. Dus ja. Naar die innerlijke behoefte. Als je het idee hebt van, nou, het lijkt mij heel erg leuk om zoiets te doen, maar dat je je geremd voelt, vooral omdat je het niet durft of omdat je denkt dat andere mensen zoiets hebben van, nou, dat kun jij niet of wat dan ook. Laat niemand zeggen dat je het niet kan. Het is heel erg leuk, want je maakt op die manier hele leuke contacten met andere mensen. En theatermensen zijn altijd heel gezellig en heel liefdevol en het is eigenlijk een soort van familie waar je in terechtkomt. Het voelt heel warm en heel welkom en mensen proberen echt je te helpen om het, ja, om het beste uit je te halen. Dus je leert er veel van, je groeit er veel van, je doet veel sociale contacten op. Het is gewoon ontzettend leuk. Ja. Ja, ik heb altijd wel zoiets van, we doen het echt met z'n allen. En dat is gewoon mooi aan ons club, vind ik zelf. Dat iedereen mag zijn wie die is. En sommige mensen die vinden het leuker om te zingen, sommigen vinden het leuker om te spelen. En ja, we laten iedereen in zijn eigen waarde. En daardoor komt iedereen ook, denk ik, gewoon het beste tot zijn rechten. Dat vind ik zelf heel leuk van onze gezelschap. Op de middelbare school had ik ook al wel eens wat dingetjes gezongen. Maar toen dacht ik, ja, is dat wel iets voor mij? Vind ik dat niet te spannend? Uiteindelijk ben ik, toen ik op de Pabo zat, ben ik bij een koor in Roosendaal begonnen. En daar heb ik eigenlijk, ja, heel veel toneelervaring op gedaan. In Roosendaal heb ik ook vooral veel musicals ook gespeeld. Bij Stichting Roos en bij Invi Theater. Bij Scouting speelden wij typetjes voor de kinderen. En dat vond ik het leukste om te doen. Vooral professor Eensteen. Dat was een professor en die nam de kinderen dan mee in een fantasiewereld. Dat was niet echt theater, net zoals dat je hier naar een theater gaat. Maar dat was, ja, was een spel
met de kinderen. En dat was eigenlijk meer uit een soort van, ja, ik vond het leuk om te doen. En de anderen kon ik daar ook in enthousiasmeren om dat te gaan doen. Dus wij hadden echt een beetje een soort van theatergroepje binnen de scouting. Ik moet zeggen dat ik heel mijn leven wat leuk vind als ik gewoon in gezelschap was. Gewoon dat je opeens een gekkigheidje doet of zo. En ik was altijd heel nieuwsgierig van, goh, zou ik dat ook op toneel durven? En zou ik dat dan ook kunnen? Nou was het dan in privé zeer mee improviseren. Ja, en toen kwam ik dus in aanraking met Baronie Muziektheater en ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En ja, blijkbaar doe ik toch soms iets goed, anders had ik waarschijnlijk deze rol niet gekregen. Maar het is gewoon ontzettend leuk om met z'n allen gewoon eigenlijk van niks naar zo'n show toe te werken. En ja, dat heeft toen een hele tijd stilgelegen voor mij, dat ik mijn creatieve dingen andere kanten uit liet gaan. En op een gegeven moment, eigenlijk bij toeval dat de regisseuse een piraat nodig had. En toen heb ik auditie gedaan en toen, in plaats van een piraat die ergens op een boot een beetje zat te drinken en overboord viel, werd ik kapitein Haak in het toneelstuk Peter Pan. Enorm leuke ervaring ook, dat was echt tof. En dat was eigenlijk een beetje een opstapje naar wat ik hier ga doen. Ja.